Maar aangezien dat ze... Welkom bij Proef Whisky, ik ben Paul. Ik ben Rick. Welkom bij een nieuwe aflevering van Voorproefje. In de aflevering van Voorproefje nemen we nieuwe whiskies, in ieder geval voor ons, nieuwe whisky onder de loep. En kijken wat we ervan vinden als eerste indruk. Vandaag heb ik een tweetal flessen. Allebei van Duitse afkomst, van dezelfde distillerij. Komen van de Saxe regio van Noordwest-Duitsland. Dat is de Beverbach distillerij. Voor mij helemaal nu. Ik ken ze niet. Je kent ze ook niet? Nooit van gehoord. Nee. Is een single malt Duitse whisky. Ondanks dat het een single malt genoemd wordt, gebruiken ze tarwe en gerst. Wel allebei gemalt. Dus officieel volgens Schotse wetgeving zou het geen single malt mogen heten. Dus in ieder geval geen blend. Nee. Dat is geen blende whisky. Hier ga ik de randjes af. Kijk, dat is een lipje. Nee, het is geen blend. Het komt allemaal van de Beverbach distillerij af. Heeft een rijping omhoog gaan op de kurk. Op ex-bourbonvaten en heeft daarna een finish gehad op brandewijn. Oké. Okay. Dus ik ben wel benieuwd. Dat is echt wel een mooie fles, een mooie kurk ook, hè? Ah. Ja, dat viel me meteen op. Een mooie dik kurk. Dat zie je niet meer zo vaak. Het is een non-age statement whisky. 43% alcohol. Dat had ik niet verwacht. Heel veel mout. Bart, ja. Want de granen komt echt heel veel naar voren, maar ik vind het niet storend, ik vind het best lekker. Dat is even wennen, maar... Ja. Apart. En heel veel vanille. Ja. En vanille en mout. De mout en vanille zijn echt de hoofdtonen. Weinig fruitigheid verder. Dus niet welke brandewijn ze dan... Slaantje. Of proost. Heel veel hout op de... De mond smaak. En nu komt de brandewijn wat meer naar voren. Pak. Maar niet vervelende pak. Nee, nee. Nee, ik weet niet. Ik sta even. Ik weet even niet wat ik daarvan moet denken. De finish. Nougat. Nougat. Tweede keer proeven is het net ietsjes anders. Dit vind ik een heel interessante, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee, je proeft, het is wel gepolijst, zeg maar. Het doet me een beetje denken aan de gepolijstheid van Japanse whiskies. Dat ze echt moeite gedaan hebben om dit goed te destilleren en goed verder te verwerken. Maar ik vind het zeker niet slecht. Maar ik had eigenlijk wat meer fruit nog verwacht, ook van die brandewijn. Dus, ik weet niet, hoe lang zijn ze whiskies aan het maken? Ja, dat zou ik moeten opzoeken. Ik ken het hele distillerij niet, dus dat zou ik verder moeten verdiepen. Want als dat een basis is, denk ik dat ze wel echt een goede basis hebben om hele interessante whiskies te gaan maken in de toekomst. Als ze nog wat andere vatrijping verzin het maar. Dat ze nog hele interessante whiskies kunnen gaan maken, dat de basis wel goed is. Ja. Maar ik vind het eigenlijk niet een hele interessante whisky op dit moment. Deze. Nou, mijn eerste indruk is wel goed eigenlijk. Misschien omdat het net juist ongewoon is, dat het echt meteen mout houdt. Wat we normaal niet gewend zijn van de whisky's de laatste tijd. Dit is wel eentje wat ik wel wat meer moeite wil van doen. Dus die ga ik zeker nog een keer de tijd van nemen. Misschien nog wat verder verdiepen in de distillerij. Maar hier ga ik zeker op terugkomen. Het heeft mijn interesse wel gewerkt. Zeker, ja, zeker weten. Dat is zeker interessant. Ja. En als je dit zou laten rijpen, nog op sherry of port of wat dan ook. Of dat ze toch nog iets met Piet gaan doen. Ja. We hadden net over dat ze behalve whisky ook andere liqueuren en andere spirits distilleren. Dit is hun whisky met cold brew coffee. Dus eigenlijk zijn whisky liqueur. Nogmaals. Non-age statement. Er zit nu een stuk lager qua alcohol, dat is een liqueur. Dus
30%. Ja, de donkere kleur is uiteindelijk van de koffie. Nou, ik ben niet per se een liefhebber van dit soort dingen, maar ik ben wel zeker nieuwsgierig naar hoe deze gaat smaken dan. Deze van... Daar komt die. Ja, ja, de flessen zijn sowieso wel, wel echt mooi. Mooie stop. Ja. Zo, ik ruik meteen de koffie. Nou, ja, dat weet ik juist, niet vervelend. Er staat iets meer informatie op. Rich roasted Arabica beans. Oké, ja, dat zegt me niet heel veel, maar koffie dus. Ja, ja, het heeft even verschillende soorten bonen natuurlijk. Ja. De echte koffieliefhebbers zullen dat wel weten. Ja, nu ruik je eigenlijk... Ik ruik niks meer van een whisky eigenlijk. Het is grotendeels koffie. Dus een klein beetje de mout. Heel klein beetje, maar... Dat is eigenlijk verloren achter de koffie. Dit is zo zacht. Je zou niet eens denken dat er alcohol op zit. Nee, maar ja, we hebben naar de whisky van 40% gehad. Dus... Dit is heel gevaarlijk. Ja. Want nee, ik moet ook zeggen, ik vind het niet vies. Het is apart. Dit is misschien wel iets wat gecombineerd moet worden met iets anders. Dat je niet gewoon zo moet drinken. Ik kan me voorstellen dat je het over een dessert wil doen. Dus als je wat vanille-ijs hebt, dat je hier wat koffielikeur eroverheen wil doen. Of dat je erbij een tiramisu eet en dan dit erbij. Precies, ja. Ja. Ik moet zeggen, ik ben niet per se een voorstander van dit soort dingen. En ik zou het best bij een tiramisu of zo, zou ik dat best graag een glaasje van willen hebben. Maar ik ga dat zelf niet kopen, daar ga ik geen fles van kopen. Dat, ja. Ja. Maar goed, weet je proeft er wel dat het ook kwaliteit is. De Beverbak whisky gaan we zeker nog eens keer onder de loep nemen. Gaan we even echt een sprong in de diepe nemen. Even wat meer verdiepen in de distillerij. En iets meer tijd nemen om echt de whisky goed te onderzoeken en een review van te maken. Nou, bij deze sluiten we weer de aflevering voorproefje af. De whisky liqueur ga je niet terugvinden in een nieuwe aflevering, maar... De whisky, zeker wel. Ja. We zien je bij de volgende. Proost. Slaantje. Ja, staat er bij welke bonen dat je gebruikt hebt. Hey, je doet...